Altijd als je een glaasje whisky drinkt, dat is een momentje dat je even over de rand van je glas naar je partner kijkt, of naar je hond, of naar je spiegelbeeld, of naar wat dan ook. En waarbij je eventjes denkt, vandaag was een goede dag, of vandaag was niet zo'n goede dag. Of we hebben het zo slecht nog niet. Of dat momentje, dat is wat whisky mooi maakt. Na 30 jaar in de industrie gewerkt te hebben, kwam ik ook op zo'n mannenmomentje. Ik stond voor de spiegel en ik dacht van, nou, wat zou ik nou de komende 10, 15 jaar gaan doen? Zal ik hetzelfde blijven doen wat ik altijd al deed? Of zal ik wat anders gaan doen? Een van de dingen die me altijd geïntrigeerd heeft mijn hele leven lang is het distillatieproces van whisky. Ik drink al heel erg lang whisky, ik vind het heel erg lekker, ik vind het prachtig om te ontdekken wat er allemaal voor smaken in zijn, wat er voor mogelijkheden in zijn. Ik dacht, ik wil dat zelf ook gaan doen. Kijk. Dat is mijn gerst. Is hier geoogst, is hier gegroeid naast het bedrijf in de schaduw van de hunebedden en is speciaal voor mij gemout in een hele kleine mouterij, zodat ik mijn eigen korrels weer terugkrijg. En dat ik van mijn eigen korrels mijn eigen lokale whisky maak. Wat we net in die zak zagen, is gerst. Dit is ook gerst. Dit is gerst die groeit hier. In en om het bedrijf. Hier gaan we, zit vol met suiker. En die suiker die willen we hebben. Want die suiker gaan we vergisten. En die suiker daar gaan we uiteindelijk alcohol van maken. Dat doen wij niet trouwens. Dat doen een heleboel hele kleine beestjes. Gist, eencellige diertjes. Maar voordat ze bij die suiker kunnen die hierin zit, moeten we die korrels eerst kapot maken. En wat we daarvoor doen is, ik ga naar de molen. En de molenaars die breken voor mij die gerst in hele grove stukken, zoals je ziet hier. Dit is geen meel. Als je ziet wel wat wit, je ziet wel een beetje meel, maar het is heel erg grof. En dat komt omdat ik wil de suiker die hierin zit oplossen in heet water. En daarna wil ik dat hete suikerwater eruit laten lopen. En als ik dat alleen in meel doe, met heet water, dan krijg je deeg. En daar kun je wel brood van bakken, maar dat is een beetje lastig om daar bier van te brouwen. Dus we houden het heel grof. En die kafjes en die vliesjes die hier nog in zitten, die zorgen ervoor dat er een natuurlijk filter ontstaat waarmee dat suikerwater gewoon weg kan lopen. Een goede whisky is a labor of love. En dat betekent dat je er heel veel aandacht aan moet besteden en dat je er echt wel bij moet zijn. Het wordt wel jouw kindje. En je blijft daarin continu dingen ontdekken. Ook dat proces dat gaat nog steeds door en dat zal waarschijnlijk ook altijd doorgaan. Dat is onder andere de vraag, hoe ga je om met je hout? Hoe lang laat je je product rusten op verschillende vaten? Maar bijvoorbeeld ook welke soort gist gebruik je? Welke soort gerst gebruik je? Hoeveel gerst voeg je nou precies toe aan je water? Welke temperaturen gebruik je? Hoe zorg je ervoor dat in de zomer je vergistingsproces toch nog redelijk koel blijft? Al dat soort vragen moeten allemaal weer opnieuw beantwoord worden. Die gebroken gerst die we net hebben bekeken, die gaat in deze ton hier, in dit vat. Er gaat ongeveer 200 kilogram gerst in met ongeveer 900 liter heet water. En wat ik dan ga doen is, ik ga er een beslagje van maken. En daarvoor roer ik en roer ik en roer ik tot mijn armen ervan afvallen. Kan dat niet elektrisch? Jawel, dat kan wel elektrisch. Maar dit is het enige punt in het hele proces waarop ik iets van mezelf toe kan voegen aan mijn eigen whisky. Spierkracht en zo nu en dan een zweetdruppel. Hier hebben we die suiker opgelost. Dus uiteindelijk ontstaat hier suikerwater in deze tank. Het is vrij heet. Zit op een graad of 65, 70. En wat we gaan doen is, we gaan het suikerwater eruit halen. Laten we aan de onderkant weglopen. Wordt keurig netjes naar deze tank gepompt. In de tussentijd wordt het ook teruggekoeld naar handwarm. Dus op het moment dat het hierin terechtkomt, heb ik van die 900 liter water die ik daarin had gedaan, hou ik hier ongeveer 800 liter suikerwater over. Van een graad of 25, 30 ongeveer. Helemaal geweldig. Dan gaan we onze kleine vriendjes erbij pakken. Het gist. Gist gaat hierin. Juichend en jubelend springt het erin, want het wordt natuurlijk één grote orgie. En gedurende een week lang gaat die gist alle suiker opeten die hierin zit. En dat moet ook, want het gist heeft die suiker nodig om te kunnen vermenigvuldigen. En terwijl het die suiker opeet,
maakt het een paar dingen. Het belangrijkste is, het maakt energie. Het tweede wat het maakt, is CO2. CO2 is heel belangrijk voor bier. Daar hoort lekker een prikkeltje in te zitten. Ik maak whisky, ik heb helemaal niks met CO2. Voor mij mag het meteen weg. Vandaar ook dat deze tanks allemaal gewoon atmosferisch zijn, open. CO2, en het is maar een klein beetje. Den Haag maakt zich er geen zorgen over. Mag hier gewoon ontsnappen. En het belangrijkste wat het gist maakt, is een afvalproduct. Althans voor het gist. Voor ons is het alcohol. En dat is precies waar we naar op zoek waren. Nadat we het gist daar zijn feestje hebben laten vieren, hebben we van die 800 liter suikerwater hebben we bier gemaakt van ongeveer 7,5% alcohol. Laten we zeggen, we hebben 800 liter van 7,5% alcohol. Dat betekent dat er 60 liter alcohol in die 800 liter zit. Je kunt het ook omdraaien. We kunnen ook zeggen, we hebben daar 60 liter alcohol met 740 liter water eromheen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus wat we nu gaan doen, is we gaan proberen die alcohol en het water te scheiden. Dat doen we door een proces dat distilleren heet. Het is geen rocket science, bestaat al heel erg vreselijk lang. En gebruiken deze mooie koperen dames ervoor. Wat ik doe is, ik pomp die 800 liter bier van 7,5% pomp ik uit het fermentatievat daar. En die doe ik in deze distilleerketel. Ik steek de vlam eronderaan, ik breng de vloeistof op temperatuur. En op een gegeven moment gaat de alcohol koken die er in die vloeistof zit. Maar die alcohol die kookt bij 78 graden. Terwijl het water kookt bij 100 graden. Dus die alcohol die ontsnapt uit die vloeistof en die laat het water achter. Die alcohol die gaat als een damp gaat die hier omhoog, steeds hoger in deze ketel. Gaat uiteindelijk door deze pijp hier en komt hier in een koelvat. Dit koelvat zit helemaal vol met water, wat op dit moment echt ijskoud is trouwens. En wordt door dat water weer teruggekoeld tot de vloeistof die het oorspronkelijk was. En loopt dan via deze tuut in deze vaat. 200 liter van 30% alcohol. Als ik dat vergelijk met de 800 liter van 7,5% alcohol die ik hier had, heb ik een behoorlijke slag geslagen. We hebben dan nog geen whisky. Om die whisky te maken, moeten we nog een tweede keer distilleren. Want bij deze distillatie hier net hebben we alleen maar voor de alcohol gewerkt, maar hebben we niet geprobeerd om het lekker te maken. Dat gaan we nu doen. Dat gaan we in deze doen. Hier gaan we ervoor zorgen dat we alleen dat gedeelte waar we uiteindelijk whisky van gaan maken, eruit halen. Dus ik neem die 200 liter van 30% die ik daar gemaakt heb en die doe ik nog een keertje in deze ketel. Zoals je ziet heeft deze ketel ook een wat andere vorm. Er zit meer koper, het is hoger, het is allemaal wat intenser. Het komt omdat we graag willen dat die alcohol zoveel mogelijk interacteert met het koper. Het koper maakt namelijk die alcohol zacht. We weten niet waarom, maar toch is het zo. En we gaan hetzelfde proces hier doen. We gaan hetzelfde proces doen als daar met warmte. Dus we verwarmen de vloeistof. Op een gegeven moment gaat die alcohol koken. Die komt eruit. Het water blijft achter. Er is één dingetje waar we hier rekening mee moeten houden. Er zijn twee soorten alcohol. Methanol en ethanol. Ethanol, daar worden we vrolijk van. Dat zit in onze whisky, dat vinden we heel lekker. Methanol, dat is een beetje giftiger. Daar gaan we vrij snel dood van. Dus het eerste wat ik hier doe, is ik haal die methanol eruit. En dat kan ik makkelijk doen, omdat methanol een nog veel lager kookpunt heeft. Middels deze tuut vang ik het hier op. Het eerste wat eruit komt gelopen, is inderdaad die methanol. Ik kan dat meten wanneer ik door die fractie methanol heen ben. Die methanol die gooi ik weg. Die staat nu hier. Zo nu nog gebruik ik het als schoonmaakmiddel, want dat is het enige waar het voor geschikt is. En vanaf dat moment komt de ethanol eruit. En die ethanol in het begin, die is echt goddelijk lekker. Dat smaakt naar gebakken brood en kleine rozijntjes. En dat is echt fantastisch. En die vang ik op tot ik een percentage heb bereikt. In het begin als het eruit komt, komt het er op ongeveer 80% alcohol uit. En zodra het een percentage heeft bereikt van ongeveer 70 tot 68% alcohol, dan vind ik het wel mooi geweest. We zijn nu in de opslag, in de kraamkamer. Hier wordt het gemaakt, de whisky. Dit zijn de babyvaatjes. Hier gaat het in eerste instantie eventjes in om een beetje smaak en kleur te krijgen. En daarna gaat het naar deze grote oude vaten. Om lekker mooi oud en rond en zacht te worden. Deze vaten zijn ontzettend belangrijk voor het product. Wat we net gemaakt hebben in de distilleerderij is een blanke alcohol.
met prachtige smaken. Met heel veel graan en rozijnen en zoetjes. Het is echt geweldig. Maar de vaten geven in ieder geval 100% van de kleur aan de whisky. En een beetje afhankelijk van wie je spreekt. Als je mij spreekt is het tussen de 45 en de 55% van de smaak aan de whisky. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de smaakcomponent geleverd door het vat nog veel groter is dan 55%. Dus de vaten zijn echt van intens belang. En dat is wat hier gebeurt. Hier ligt die whisky tenminste 3 jaar en 1 dag... voordat het in die flessen gaat om bij jullie te komen. 3 jaar en 1 dag? Ja. Wat is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Het is de Schotse wet. Het is 3 jaar, die begrijp ik ook wel. En die ene dag, ja, dat zal een schrikkeljaar geweest zijn of zo. Ik weet het ook niet. Volgens mij is het een beetje kinderzinnen met de Ieren. Die doen ook 3 jaar. Maar het is wel 3 jaar in een eikenhouten vat. Dat is de absolute gouden regel voor whisky. Anders mag het geen whisky heten. Wat we net gezien hebben is dat de gerst, voordat ik die echt kan gaan verwerken, moet die gebroken worden. Dat doen de molenaars hier in de molen. Dat doen ze al jaren voor mij onbezoldigd, waar ik intens dankbaar voor ben. Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik daarvoor ben. En eens in de 2 weken ga ik hier naartoe met 500 tot 600 kilo gerst. En dan zijn zij een hele zaterdagmiddag aan het buffelen en daarna mag ik het weer ophalen. Gommelag is het Keltische woord voor hunebed. En de hunebedden hier zijn natuurlijk nogal prominent aanwezig. En ik vond dat wel een mooie referentie. Aan de ene kant, het hunebed zelf is natuurlijk indrukwekkend. Maar aan de andere kant is ook de achtergrond een beetje dat de mensen die hunebedden bouwden, die waren daar wel even mee bezig. Dus die waren niet langer nomadisch. En die gingen dus gewassen verbouwen om in hun onderhoud te voorzien. En dat betekent dat zo'n 5000 jaar geleden groeide de eerste gerst dus hier al. Zij maakten er waarschijnlijk bier van. En ik dacht, ik doe dat een overtreffende trap en ik maak er whisky van. Als wij whisky drinken, is het altijd een ingetogen momentje. Altijd als je een glaasje whisky drinkt, dat is een momentje dat je even over de rand van je glas naar je partner kijkt, of naar je hond, of naar je spiegelbeeld, of naar wat dan ook. En waarbij je eventjes denkt, vandaag was een goede dag, of vandaag was niet zo'n goede dag. Of we hebben het zo slecht nog niet. Of dat momentje, dat is wat whisky mooi maakt.